Weet je wat ook kan? Dat Nina gewoon met het hele gezin gewoon. Naar Thailand toe gaat. Ja. Nou. Nou. Ik vind het zo leuk. Ik vind het ook leuk om je te zien. Ik vind jou ook leuk om je te zien. Nou, welkom. Nee, ja. Nou, ja. We gaan, wij staan aan de beurt met de oude tijden. We mogen naar oude beelden kijken. Nou, laten we gewoon lekker gaan kijken. Vind je dat goed? Wil je nog wat drinken? Limonade? Wil jij misschien koffie? Ja, ja, dat wil ik wel. Oh, en ik was van plan om vanavond je lievelingskostje te maken. Spaghetti met champignonsaus. En Sjors is er natuurlijk ook vanavond. Met chocoladeijs toe. Surprise! Chocolade, wat zei je nou? Met chocoladeijs toe. Ja, dat was wel chill, want ik mocht binnenkomen en ik hoefde eerst en geen niks te zeggen. Dat ja, is wel. Dat was wel echt direct van, jezus, wat heftig om dit terug te zien, jongens. Maar ik was 17 en mensen. Ik ben nu 35. Okay. Maar als je het over nadenkt, je zit al bijna gewoon inderdaad ook al... Gewoon bijna de helft van mijn leven. Nou, volgens mij valt het nog wel mee met die verlamming van je. Lucas? Wat doe jij hier? Oh. Ik dacht ik kom een grote zus opzoeken. Niet goed? Ja, natuurlijk wel. Okay. Ik snap ook dat je blij bent. Oh, sorry. Oh. Ja. Oh, gaat het? Ja. En wie is deze gentleman? Oh, Lucas, dit is Dex. Dex, dit is Lucas, mijn kleine broertje. Lucas. Uit New York, toch? De city that never sleeps, hè? Ik vond het doodeng. Het is best wel... Weet ik niet. Het is toch geen BMW? Weet ik niet. Okay. Oh, ik vind het zo grappig ook met die rolstoel. Met die onding. Echt mensen... Ik weet dat nog zo goed. Er was altijd wel iets mee. Ja, maar die sets zijn zo klein. En dan kreeg je een elektrische rolstoel. Nou, ik weet wel, je hebt ook zo'n... De geluidsmannen, die hadden altijd zo'n rolding waar alle teksten... Zodat de geluidsman precies wist, zeg maar, wie teksten had, zeg maar. Nou, en die nam ik altijd weer met die rolstoel. Moest ik dan omkeren. Maar hadden dat hele ding mee. Dat deed nog zo goed. Want ik weet ook nog heel erg goed dat ik daar... nou, er blijven ongeveer 2 of 3 mensen blijven erover. Ja. Die auditie doen natuurlijk. En ik was de enige blonde. En toen dacht ik, nou, ik word het al niet. Want ik zei van, nee, ik word het toch niet. En toch was het zo. En toch was het zo. Zo zie je maar weer, hè. We kijken gewoon naar wie er goed is. Dat is ook zo. Maar het grappige is wel, Mar, is dat... Ik natuurlijk blond ben, jij hebt donker haar, Kar en Erik ook en Bas Muis, dus ik val er sowieso op. Maar wij hebben wel allebei een moedervlek op ons ooglid. Op ons ooglid. Ja, dat is wel echt op precies dezelfde plek. Ja, dat is echt bizar. Maar ik weet onze eerste ontmoeting nog. Echt waar? Ja, en dat was namelijk in de koepel bij Alsmeer en ik moest wachten tot ik auditie ging doen met jou. Ja. En jij liep langs, je was heel druk en ik dacht, oh, zij is net zoals in het op tv. Ik dacht, je twijfelt. Nee. Nee, gewoon een onaardig, arrogant meisje of zo. Een prinsesje. Wat nee! Nee, kut, vind ik zo heftig. Hoezo? Nee. Dat denken mensen wel. Dat is wel waar. Nu niet meer, denk ik. Maar toen, in die tijd, toen ik jou de allereerste keer zat, dacht ik... Jij liep langs en je zei geen gedachte. Ik dacht, oh my god, misschien... Ik moet zo meteen een scène met haar spelen en vindt ze me dan wel aardig. En ik dacht, oh, zullen dan al die mensen, die zijn op tv, dus dat ook niet echt. Ik vond het heel spannend. Ik was best wel zenuwachtig, want ik dacht, ja, dit is Nina. Ja. Jij was mijn favoriet. Echt? Ja. Ja, dit is wel echt een van de... Dit vond ik... Oké, en de parachute vond ik echt een van de vetste clips. Maar ook deze vond ik ook cool. Omdat het is altijd leuk als de hele cast er is. Pip had een hele toffe verhaallijn. Super Wiet, vet. Was het niet met zo'n Ouija-bord? Ja, dat klopt inderdaad. Daarom ging ze dit doen. Nee, toch? Met dat Ouija-bord, daar was jij maar bij. Maar het enge was, wat wij dus heel vaak hebben met zomerclips, die worden natuurlijk al echt super lang van tevoren bedacht. Hè? Dat is waar. En elke keer als we dan hebben opgenomen, dan gebeurt zoiets, zeg maar, daadwerkelijk in Nederland. Bijna een jaar van tevoren, hè?
wordt er iets bedacht en het wordt gedraaid en er gebeurt gewoon zoiets ja. echt, ongeveer. Maar hoe is dat dan voor jou, als je dat dan moet spelen, denk je dan ook, ik trouw niet echt? Nee. Sorry dat ik daar moet lachen, maar het is altijd zo grappig dat mensen dat denken. Ja, die ga je dan ja. ook echt feliciteren in de supermarkt. Nee, maar ik weet nog de eerste keer dat ze moest trouwen. Dat was dus met Ruud. Dat was toen, nou, ik denk letterlijk dat ik 20 was of zo. Dus dat vond ik wel. Het ging helemaal bij Mary Borsato. Mocht dan een jurk passen en zo. En dat is wel echt heel erg leuk. Dat vond ik ook echt heel cool. En waardoor ik nu misschien denk, nou, ik ben er dan net. Mm-hmm. Ik hoef niet per se zo uitbundig te trouwen. Nee. Nee. Ik wil niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Dat klinkt heel raar. Ja, mensen geloven dit niet. Maar het lijkt me echt verschrikkelijk dat je er in zo'n jurk staat dat iedereen naar je zit te kijken. Nee, vreselijk. Godverdamme. Nee. Ja, nee, volgende fragment. Ja. Ja, misschien is het wel gewoon een routinebabbeltje. Wat denk je zelf? Ja, ik heb niet aan Menno gemerkt dat hij Lorena verdenkt. Nee, dus je merkt helemaal niks aan Menno, want je ziet hem alleen maar 's nachts. Ik ga erheen. Ja. Hij mag niet weten dat ik achter zijn computer heb gezeten en die beelden heb gezien. Ik word zo opgepakt en jij maakt je druk om je relatie? Ja, wacht nou even. Wacht nou even. Maar, mag ik iets zeggen meteen? Ja. Wat hebben wij veel leuke scènes gespeeld. Heel veel. En wat hebben wij veel gedaanteverwisselingen gehad. Als in ja, haar. Ook. Maar ook, dat ook zeker. Maar gewoon, ik denk, Nina en Lucas waren altijd wel twee karakters die elkaar helemaal... Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik mis je ook echt serieus. Oh, echt waar? Ja, ik mis Nina en Lucas scènes. Dat waren altijd hele leuke scènes. Ja. Wat is daarop uw antwoord? Ja, ja, heel graag. Dan is het nu tijd voor de ringen. Ja, jeetje. Dit heb ik heel lang niet teruggekeken. Nee. Oh, gaat het, schat? Ja, nee, maar ik vind het gewoon heftig omdat Dave er ook gewoon niet meer is of zo. Ik weet niet. Ja, maar dat is ook raar. Nee, dat is gek. Blijft het raar. En ik vind het een heel mooi moment eigenlijk. Wel of zo. Ik vond dit echt een van de mooiste huwelijken. Denk vond ik ook. Er werd echt uitgepakt. Echt uitgepakt en het zag er te gek uit. En dit was dus dat eerste. Ja. Homo-huwelijk volgens mij op tv, toch? Ja, ja, het, ja. Dit was ook helemaal nieuws en zo. Maar echt bizar om hem zo te zien. Ja, Jezus. Ja. Jullie eerste hulpkit. Nou, een beetje antibiotica, ontsmettingsmiddel en basisdingen. Ja. En nog een heel speciaal dingetje om slangengif mee uit te zuigen. Wat zeg je nou, slangengif? Wat, zijn er veel slangen? Geintje. Ik werd op het moment nog heel erg goed. Ik was best wel emotioneel. Er was natuurlijk heel veel gebeurd in die tijd. Het was net na corona ook natuurlijk. Maar in die tussentijd ben ik wel een stuk volwassener geworden, ook hoe ik denk en alles. Dus hoe ik toen daar was, ik hoef niet emotioneel te gaan doen, daar niet van. Maar in ieder geval, ik zie wel een hele andere face ook, een hele andere Look. Hoe ik eruit zie en zo. Ja, allebei. Bizar, hè? Ja. Het zal toch leuk zijn als Lucas gewoon terugkomt. Ja, leuk. Weet je wat ook kan, dat Nina gewoon met het hele gezin... gewoon... naar Thailand toe gaat. Ja. Want jullie hebben een keer gedraaid ook in Thailand. Oh, hè? Dat was echt de best. Ah, ik weet nog zo dat op een gegeven moment toen was het zo, wie krijgt de buitenlandse opname? En toen was het, toen zei jij, ik krijg hem weer. Want jij bent volgens mij het vaakst geweest van iedereen. Suriname naar Israël. Israël, ja, daar was ik bij, ja. Oh ja, inderdaad! Ja. De enige die het leuk heeft gehad. Hij had net Expeditie Robinson gedaan. Dus hij zat alleen maar bij het buffet. Hij had letterlijk twee hele scènes van in 2 weken tijd. Dus hij lag daar gewoon lekker te chillen. En wij moesten allemaal overdag in 40 graden draaien. En ik was zwanger. Het was echt... Ja, nee, dat mag niet. Jij was op een gegeven moment. Het was heel heftig. Het was echt heel heftig. En we hadden elke dag hummus. En ik vond dat heerlijk. Elke dag hummus. Ik had natuurlijk 35 maar dagen ik hou van hummus. Ja, ja. Maar elke dag. Ik vond het leuk. Ik vond het ook leuk. Zullen we anders gewoon wat afleveringetjes terugkijken? Zullen we dat gewoon eventjes doen? Ja, leuk. Gaan we doen. Ja. Maar dankjewel, dikke kus. Ja, en dan zie je snel. Jongens, bedankt voor het kijken naar Oude Tijden alweer. Ja. En jongens, wie weet misschien... worden het ook wel weer nieuwe tijden. Wie weet, misschien worden het ook wel weer goede tijden. Ja. Of slechte. Tot snel. Fijne vakantie nog. Bye.